Hey kijkers van de geweldige kaas, welkom bij een nieuwe aflevering van Op Reis met Robin. Ja, fijn dat jullie er weer op hebben geklikt. Ik ben er weer klaar voor een hele leuke aflevering. Het is nu bij mij 1 uur. En er zit iets raars in mijn keel, dus daarom, ja, ik vind het zo van... Ik zit te denken, zal ik er iets aan doen of... Ja, weet je, ik laat het wel gewoon zitten. Nee, toch niet. Maar ja, anders is het ook weer zo'n raar geluid. Oké, ik heb iets grappigs ontdekt. Kijk naar het sugarcane als ik zo ren. Dus ja, dat is een grappig lijntje wat zo meegaat. Vond ik wel vet. Ik heb spierpijn, jongen. Bij gym moesten we, of ik moest gisteren, voor jullie was dat eergisteren. Moest ik rekstok hangen. Dus dan heb je zo'n stok overdwars. En dan moet je dan zo aan gaan hangen en een koprol overmaken. En natuurlijk, onze Robin, die krijgt er natuurlijk weer buikspierpijn van. Dus niet fijn. Maar goed, het is morgen of overmorgen wel over, hopelijk. Maar jammer van het weekend. Het was ook gisteren, was zo van, ja, wat gaan we doen? Ja, rekstokken. Oh, leuk. Nou heb ik weer een paar dagen spierpijn. Ik weet precies wat ik had verwacht. Maar ja, hoe vaker je het doet, hoe minder spierpijn je ook zal krijgen. Maar goed, hoe minder je het doet, hoe minder vaak je het ook gaat krijgen. Dus je moet het of heel vaak doen, rekstok hangen en je hebt minder spierpijn. Of je moet het niet doen en je hebt minder spierpijn of helemaal geen spierpijn. Dus dan kies ik voor het niet doen. Maar ja, je moet dat doen. Ik had er een 7 voor. Ja, het ging net goed. In ieder geval, dat deed ik pijn aan mijn handen. Ik wil met jullie een mooi project gaan bouwen. En het project wat ik in mijn hoofd had, waren er twee. Eentje heb ik al uitgelegd, dat was het moderne gebouw aan de kust. Maar daar wil ik nu aan beginnen. En dan had ik nog een project wat ik in mijn achterhoofd heb gelegd. Wat waarschijnlijk helemaal vergeten gaat worden. En dat is het project... wat is het? Een grote glazen kas met farms erin. Vet, hè? Alleen we hebben niet zoveel glas. Dus wat ik wil doen is, ik wil een moderne huis gaan bouwen. Maar daar hebben we veel sneeuw voor nodig. Want sneeuw is altijd vet om mee te bouwen. En vooral bij moderne gebouwen. Dus ik zal er zo meteen eens kijken of wij sneeuw hebben. Ik weet nu al dat we dat niet hebben. Dus wij zullen eventjes naar daar moeten gaan om sneeuw. En een pompoen hebben we. Volgens mij wel al. Anders zal ik eventjes moeten gaan reizen om die te gaan halen. Maar pompoen zit waarschijnlijk in deze kist. Ja, pompoen. Kom helemaal goed. Dus ik ga om sneeuw. En dan gaan we zo'n automatische sneeuwpop dingetje maken met pistons. Zodat wij gewoon altijd sneeuw kunnen scheppen als we dat willen. Net als wat we in de vorige wereld hadden. Voor dat ene, voor het sneeuweiland te doen. Alleen, nu weer. Maar dan, ik weet niet waar we het gaan bouwen. Zullen we er expres een huisje voor gaan maken? Of zullen we het gewoon ergens verstopt neerzetten? Zodat het niet per se mooi hoeft te zijn. Ik weet het niet. Ik heb vandaag, dus vanochtend en gisteren ook heel veel, heb ik Feed the Beast gespeeld. Op de server, op een server. Niet op mijn server, ik heb geen server, dus ja. Ik zat Feed the Beast te spelen heel veel. Met Daan, Mart, Noah en Wouter. En dat is best wel leuk. Ik ben bang dat ik het snel beu ga worden. Maar ik vind het leuk. Ik ben er altijd bang van geweest, van Feed the Beast. Niet van, oh eng. Maar meer van, ik heb er geen zin in, want het is allemaal veel te moeilijk voor mij. Dus op die manier bang. Alleen, ik heb het toch overwogen, gewoon omdat het met Mardaan, Noah en Wouter is. Gewoon, dat is gewoon gezellig. En nog steeds, ik doe bijna niks met die mods. Echt, ik zit gewoon huisjes te ontwerpen. En het enige waar ik gebruik van maak, is de jetpack. Die vind ik heel handig. En wat nog, de besjes die pluk ik, maar dat is gewoon omdat we bosjes buiten hebben staan. En dan vind ik het heel vervelend als die besjes daar hangen en dat er niks mee gebeurt. Dus dat. En bijna het enige wat ik gebruik is het hout. De houtsoorten, die gebruik ik. Ja, want ik vind het wel leuk. De vele soorten hout, die kunnen we goed gebruiken en zo. Ik hoor beneden mensen. Oké, even stil. Oh, nou niet meer. Volgens mij hoorden ze dat ik ze hoorde en dachten ze van, oh, stil zijn. Robin ontdekt onze plannetjes. Die zit toch maar heel alleen bovenop te nemen. Geen contact met enig mens.
Nee, dat zal niet. Hè? Haha. We zitten gewoon in onze geheimen. What the fuck, dat is een hoge stem. Volgens mij... Ik ken haar niet. Volgens mij is het een of andere meid van mijn broer. Dat kan. Dat gebeurt niet vaak, dus... Zo logisch zou het niet zijn. Weet je wat, ik hou er gewoon over op. Ik ga gewoon terug naar huis. Ik zal knippen en dan zodra we terug zijn is waarschijnlijk de machine gemaakt. Tot zo. Jongens, ik heb het gedaan. Ik was even een trucje vergeten van hoe het moest. Ik wou het weer op dezelfde manier doen als dat ik het heel vroeger deed. En dat was gewoon zo doen en dan zo'n hendel. En dan staan ze daar en dan komt er hier ook sneeuw en dan kan ik dat scheppen. Maar dat gebeurde niet. Dus wat heb ik toen gedaan? Ik ging naar de andere wereld, onze vorige wereld, en keek hoe ik het daar had gedaan. En daar deed ik het gewoon zo. Gewoon zo en dan naar daar duwen en dan gewoon daar scheppen. Dat gaat ook, net zo makkelijk. Dus dat heb ik toen gedaan en nu ben ik blij. Want nu heb ik veel sneeuw hier zo. Ik weet niet waarom ik een chest open deed. Laten we naar die plek gaan waar we dat gaan bouwen. Ik heb ook veel spruce wood, omdat ik dat ook ga gebruiken. En ik ben al een beetje van plan om de kant aan hier deze plek gaan we dicht maken. Dus gewoon dichte muren. En de kant aan het water gaan we veel ramen doen, denk ik. Gewoon omdat je dan veel uitzicht hebt op het water. Ik vind zelf alleen moderne gebouwen altijd heel lastig om te maken. Dat vind ik altijd heel jammer. Maar het kan wel leuk zijn. Dus laten we beginnen met dit. 5, 6, 7, 8. Daar gaan we gewoon mee beginnen. En dan maken we hier een vierkantje van. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. En dan doen we dat naar hier. Kijk, daar begin ik gewoon mee. Gewoon zo'n simpel frame. En ik ga nu gewoon nog niet te veel details doen. Ik ga een beetje de outline neerzetten van hoe het moet worden. Hier wil ik dan zo'n muur naar hier. Oké. Eventjes dit. Ik heb een Skype-bericht. Ik ga het lezen. Oké. Marty gaat naar de FTB-server. Feed the Beast. Maar ik zit op te nemen, dus dat moet ik even zeggen. Oké, we gaan verder. Dus ik ga dit zo doen. En dan wil ik dat aan de andere kant ook gespiegeld naar... Ja, gewoon hetzelfde. Zo. Ja. En dan... Kon ik maar vliegen, dan is het ook wel beter. Om te zien, kun je makkelijker kijken of het mooi is. Oké, ik werd opeens gestoord door mijn moeder. Maar dat maakt niet uit. Opeens is de trap op. Hey, mag ik 5 euro? Oké. Dus, die heeft ze nu. Maar ze is weer weg. Dus, goed. Oké, ik heb dit dus nog gedaan. Even snel. Oh, een konijn. Dood. Cruel, Robin. Ik weet het. Maar nu hebben we wel leer. Oké. Dus ja, ik ben zelf alleen niet zo tevreden over dit. Ik vind het nogal lelijk. Laten we dit anders gaan doen. Laten we dan deze blokjes ook maar gelijk weer meenemen. Minimum. Zo. Oh, help. Nice. En dan gaan we dat doen. Wat gaan we doen hier zo? Ik denk dat ik gewoon eventjes de muur hoger ga maken. Ja, precies. Tot hier en dan naar de andere kant. En dan wil ik er ook al iets moois in gaan maken van ramenstijl. Dus hoe gaan we dat doen? We hebben nu dit. Ik ga eerst dit weer zo doen. Dan hebben we dit. Ja, dat is ook niet zo heel mooi. Maar we kunnen wel... Wacht hoor. Ja, en dan hier ook. En dan qua raam. Dat en... Oh, en dan weet ik nog iets moois. Ik ga een crafting table neerzetten daarvoor. Nou weet ik iets leuks. Nou ga ik birch slabs maken. En die leg ik er dan zo overheen. Zo ja. Ziet dat er leuk uit? Ik vind wel iets hebben. Laat maar weten. Maar weet je wat het is bij mij? Ik zie altijd heel erg snel, herken ik gezichtjes in gebouwen. Ik zie nou één groot oog en gewoon een mond. Dat is wat ik zie. Dat is best vervelend. Dat is jammer als je in Minecraft iets moet bouwen. Dus ja, maar goed, daar kun je niks aan doen. Dat is gewoon eventjes jammer, maar goed. 1, 2, 3. En dan weer 3. En dan hier zo een lijn verder. Helemaal naar daar. Dat komt helemaal goed. Als we nou hier gewoon veel tijd in steken, dan komt dat toch helemaal goed. Of ja, ik denk dat ik ook heel veel ga bouwen. Of camera.
Tenzij jullie dat niet willen. Ik weet het allemaal nog niet. Maar het lijkt mij een heel leuk project. Laten we het daarop houden. Maar ontwerpen, daar moet je je echt goed voor concentreren. Dus dan is het ook wel moeilijk om daar ook nog een goede video bij te doen. En iemand zei nog wel gisteren van, oh, of eergisteren, voor mij gisteren. Oh, je kunt goed multitasken. Dankjewel, dankjewel, dankjewel. Maar, nee. Wordt het niet. Wat ik wel nog eventjes ga doen. Ik ga zo wat hekjes maken. En die kan ik dan hier zo voorzetten. Hier wordt dat gedaan. En hier. Hier zo voor. En dan komen daar. Komt daar raam in dat frame. En dan zit dat ervoor. En dat heeft wel iets. Voor de stevigheid of zo. Ja, ik vind het ook niet zo heel mooi. Maar daar verzinnen we wel iets op, hè. Oh, wacht, dan weet ik nog wat iets. Ja. Kijk. Dit hout doen we dan hier zo eroverheen. Zo, dan is het toch weer zo'n tint van. Is wel meer afgemaakt. Het is gewoon heel veel ter plekke bedenken van wat zal ik nu hier zetten en wat doe ik hier. En dan kom je er uiteindelijk wel. Laten we eens. Ja, laten we even een boot maken zodat we vanuit het water kunnen kijken of het mooi is. Niet dat we daar vaak gaan varen, maar als we er varen moet het wel heel mooi zijn. Oké. Dit. Oké, dat is wel leuk. Ja, dat ziet er leuk uit, vind ik. Ja. Dat gaan we zo houden. En dan ga ik ook nog wat meer bij. Ja, ik ga wel off-camera bouwen. Tot zo. Zo. Het is flink aan het opschieten, mijn huis. Ik ben er heel erg tevreden al mee. Dit ziet er gewoon leuk uit. Het ziet er echt vet uit. Dit is een soort van de achtertuin of het soort van kleine balkon. Waar je zo over het water heen kan kijken en zo. Dit is binnen. Dus deze plek. En dan hier een grote plek. Het dak komt nog goed. De ramen gaan we ook nog regelen. Volgens mij blijft dit open. Gaan we hier zo nog iets neerzetten. Maar dat zien we allemaal nog. En dan daar ook nog dingen. Weet je wat ik altijd wel leuk vind? Dit. Dat ziet er wel leuk uit, hè? Of niet? Ik heb dat al vaker gedaan in een of ander huis wat ik had ontworpen. Ik ben heel erg blij met hoe dit deze aflevering is gepakt. Maar nu gaan we iets anders doen. Wat ik eventjes ga doen is wel eventjes een kist neerzetten hier. En dan kunnen we daar de bouwblokken in doen die we hier zo voor gebruiken. Dat is handig. Zo, dit allemaal erin. Dan kunnen we dat later gebruiken. We gaan naar. Gewoon naar binnen. En daar gaan wij. Daar gaan wij hout bijvullen. Oh, help. Een Enderman. Ja. Dood, man. Oké. Hier is het hout in. Zie je wel, ik weet het wel. 11. Mooi. Dat is genoeg. En wat gaan we nou doen? Ik denk dat ik. Ja, wacht, dit is ook. Hier moet ook nog iets voor verzinnen. Want ja, gewoon kleine dingetjes bouwen en verzinnen en neerzetten overal in de wereld. Dat is gewoon vet. Gewoon voor de opvulling. Want we hebben wel veel mooie grote projecten, maar we hebben ook veel kleine lege ruimtes nog overal. Misschien kunnen we ook nog een hotel bouwen of zo. Maar goed, allemaal mogelijkheden en zo ligt eraan waar we zin in hebben. Hebben jullie nou nog een leuk idee? Laat het dan eventjes weten. Wat ik nu ga doen is jullie reacties voorlezen. Dus dat wordt eventjes op pauze. Klik. Vorige aflevering heeft nu 81 views, 15 likes, 1 dislike. Ik ga ze niet allemaal opnoemen, reacties. Want sommige, ja, die hebben zoiets van. Ja. Of ja, nee, sommige reacties zijn ze van waarom zou het in de aflevering moeten? Kei vette video. Je kan trouwens heel goed multitasken van de Gimpse Bouwers. Ruben Lol zegt boe. En ik zeg wa. En hij zegt kieken. En hij zegt boe. Louis zegt leuke vet. Ik bedoel die voor de vorige. En toen ik heb hem gelinkt. Volgens mij bedoelt hij. Ja, volgens mij. Ik heb mijn Google Plus gelinkt. En nu kun je reageren. Maar ik kan nog steeds niet op je account reageren. Voor de rest. Zelf heb ik geen flauw idee hoe je dat kan oplossen. Dus ja, het spijt me. Het spijt me dat ik niet weet. Weet iemand hoe je daarvoor kan zorgen? Want sommige accounts kun je gewoon niet op reageren. Ik weet niet waar dat aan ligt. Maar goed. Als je dat doorhebt, dan hoor ik dat graag van jullie. Verder, ja, gewoon een beetje farmen. Hier, dit is wel een grote farm op zich hoor. Op zich kun je wel veel van krijgen. Veel tarwe en zo. Allemaal handig. Dus ja,
Dat zit ik nu te doen. Ik zat ook daarnet Pyropuncher te kijken. Pyropuncher, die had de eerste Minecraft Let's Play die ik keek. En waar ik ook inspiratie van heb gekregen om Minecraft Let's Plays te gaan doen. En ik zag hem bezig. Ik keek gewoon vanaf het begin terug. Ik heb dat heel vaak. Dan denk ik, ik ga nog eens Pyropuncher zijn Let's Play kijken. Maar bij aflevering 3 stop ik, omdat het begin van zijn serie daarvan is wel best wel saai. Maar niemand denkt ooit van, hey, ik ga die serie terugkijken vanaf aflevering 170 of zo. Dat is nogal dom. Je wilt altijd, als je het opnieuw gaat kijken, bij aflevering 1 beginnen. En dat is best moeilijk. Dan hou ik ook mezelf voor van, ja, oké, Robin, nu ga je het echt doen, nu ga je hem echt kijken. Maar het is op zich best wel saai, die eerste afleveringen. En zoals ik al zei, vroeger was dat wel leuk. Of die paar jaar geleden. Toen was het nog goed als je een saaie aflevering had, want bijna niemand deed het nog, de Minecraft Let's Plays, dus was je al snel een van de beste. Maar goed, tijden veranderen. Waarschijnlijk vinden mensen dit over, als over 10 jaar nog steeds Minecraft Let's Plays bestaan, dan waarschijnlijk vinden mensen dit saai. Maar goed, dat evolueert en wat leuk is en entertainend, dat verandert mee. Snap je? Dus dat dan moet je als YouTuber moet je er ook rekening mee houden en meegaan met de tijd en zo. Anders word je heel snel ouderwets. En dat is niet wat je wil. Ik ga eens kijken bij Willem. Ik ga hem Willem noemen. Willem. Willem de sneeuwpop. Hoi Willem. Met sneeuw en zo. Hoe gaat het? Goed? Oké. We moeten. Ja, dit is gewoon. Ik vind dit wel een leuk dingetje. Zo met over het water een brug. Maar echt veel details en mooi gaan we het niet maken. Het is gewoon eventjes handig. Daarom heb ik het ook zo verstopt. Dus ja. Wat gaan we nog doen? Ik heb geen flauw idee. Ik ga eens kijken. Ik ga de cactus farmen. En dan sugarcane ook. En daarna is het wel ver klaar, denk ik. Oh, wat doe ik? Ik heb een idee wat we kunnen doen. Ja, we gaan een cactus farm maken. Maar dan handig. Dus daarvoor gaan wij deze plek openmaken. Wacht, we gaan een betere plek zoeken. We hebben hier boven, hebben we volgens mij plek. Als ik hier zo kijk. Niet zo heel veel. Dan doe ik het liever daar. Maar dat is ook weer zo ver weg op zich. Terwijl we veel meer plek hebben. Trouwens, nee, dat kan toch wel. Ik ga gewoon eens rondkijken en kijken wat de beste plek is ervoor. Want ik heb al een design in mijn hoofd voor de cactus farm. En die werkt altijd wel. Alleen, hij moet heel groot zijn. Want anders gaat het nogal traag. Maar goed, dat is niet zo erg. Ik zal eens kijken. Ja, ik denk dat ik hem hier ga doen. En hoe het werkt is. Je doet zo'n. Ja, hier zo. Een gleuf van 8. 5, 6, 7, 8. En dan hier zo. Dit open. En dan deze terug. Dus 8 en dan dit. En dan hier zo weer zo'n gleuf. En dat doe je dan best ver. Ik weet niet hoe ver je het wil doen, maar het kan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Zo ver stroomt het water. Dus daarna moet het dan een level naar beneden gaan. Maar dat mag wel gewoon. Dat is niet zo erg op zich. En dan hebben we dit. Dan gaan we hier ook zo'n gleuf doen. Ja. Dan kan deze ook weer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En dan hier zo komt een hopper met een kist. Oh help, wat doe ik? Dus dan moeten we eventjes 3 ladders hebben. Dat kunnen we wel regelen. Zo. 3 ladders. En een hopper en een kist. Dat komt goed, want daar hebben we al het materiaal voor in onze inventaris. Dat vind ik altijd gewoon handig. Dit zijn echt blokjes. Dit, die ik altijd in mijn inventaris heb. Gewoon omdat het handig is bij het craften en zo. En bij het bouwen soms handig. Waar is de kist? Oh nee, die zit in de hopper. Dan moet ik nog een kist doen. Oké. Dan gaat het. Nee, stop. Die kist gaat hier zo. Die gaat hier zo. En dit gaat hier. Ja. Dan gaat het water. Gaat hier. Dat stroomt net naar daar. Dat is perfect. Dan pakken we nog meer. En dat laten we dan vanaf hier zo stromen. Gaat het net naar daar? Ja, hè? Oeps.
Nee, jongens, dit is eventjes fout. Ik zit even fout te doen. Dat mag niet, Robin. Je moet het wel goed doen. Ik weet, ik weet, ik weet. Zo, eventjes wat meer ladder. Die zit in. Oh, nee, wat doe ik, jongens? Ja, die. En dan gaan we dit wat lager zetten. En dan moet dit ook wel lager. Zo. Kist. Hopper. Ik verwar het altijd met droppers. Dat is vervelend. Maar heel erg is het niet. Niet denken dat ik depressief ben. Is niet belangrijk. Zo. Dan kan dit water gaat zo. En dan gaan we nog wat water halen. Bij de zee. Of eigenlijk, is dit al een stuk meer? Of is het de rivier? Door dat stuk hier. Volgens mij een klein meertje in een rivier. Maar wel een heel klein meertje hoor. Maar goed, waar discussiëren wij nou weer over? Zo, naar daar. Dan gaan we weer water halen. Twee emmertjes. En dan gaan we dan. Oh, dan moeten we wel meer gleuven doen wel. Wacht hoor. Dan kan hier zo'n gleuf. Hier. Hier. En hier gaat ook. Dus dan hebben we 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 van die gleuven. Oké, dat komt helemaal goed. En ik weet niet of het duidelijk is wat het gaat worden, maar sommige mensen zullen het al weten. Weet je wat ik ga doen? Ik ga knippen en dan ga ik het gewoon maken. En daarna laat ik het gewoon aan jullie zien. De cactus farm is klaar. Ik vind hem vet. En ik weet niet of ik hem al heb laten zien eigenlijk. Want het is best lang geleden dat ik het vorige stukje heb opgenomen. Ja, ik denk 1,5 uur. Dus ik ben het al vergeten. Ik heb ook nog een flink stuk gebouwd aan het huis. Geen inrichting, maar de uiterlijk. En ik vind het echt een succes. Ik vind het heel mooi. En dit is het. Ik zal een rondje omheen gaan. Dit is dan deze kant. Het ziet er heel vet uit. Dit is allemaal nog een beetje plain en simpel, maar ik denk dat dat ook gewoon hoort bij moderne gebouwen in Minecraft en in het echt misschien ook. Het is allemaal simpel, maar zo hoort het. Dan hebben we hier zo dit balkon. Ook leuk. Dan hebben we binnen. Dit is binnen. En ik heb dus ook een dak opgezet. En dan heb ik hier zo dit voor licht. Het was eigenlijk puur voor licht, omdat er hier geen licht was. Maar het is even goed wel leuk. Kunnen we de tv ophangen. Hopelijk vonden jullie deze video leuk. Laat dan eventjes een like achter. Abonneer op de geweldige kaas voor meer. En heel erg bedankt voor het kijken. Ik zeg tegen jullie tot de volgende keer. En tot ziens. Doei!